Gefeliciteerd, vandaag worden jouw hersens even flink gekraakt, want we gaan weer mystery riddles oplossen. Ja, dames en heren, dit wordt weer prachtig. We beginnen met het eerste raadsel en die gaat over Donna, want Donna was heel erg verlegen en was een beetje bang om nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, dat kan gebeuren, Donna, dat kan gebeuren. Maar ze wilde natuurlijk wel haar ware liefde vinden. Net zoals alle mensen in de wereld. Ja, precies, want alle mensen in de wereld hebben hun ware liefde om. Sowieso, Donna, jij snapt het. Ze is wel heel sipjes, though. Haar vrienden zeiden, hey, ga eens even daten op een website. Ja, leuk, Tinder. Donna gaat op Tinder. Nee, ze is het wel gaan proberen. Ze heeft een dating website geprobeerd en daar heeft ze 3 mannen gevonden. Donna heeft onthouden en houdt goed in haar achterhoofd dat er veel neppe profielen... Oh my god, wat een troll. Nee, maar Donna, misschien is dit wel jouw true love. Misschien is dit gewoon jouw Prince Charming. Wie weet? Ik bedoel... Oké, laat maar. We gaan verder kijken. Ik ben benieuwd naar het raadsel. En ging goed letten op de accounts. Oké. We hebben hier Fred. 24 jaar. Oké, we gaan even Fred doen. Beetje spieren. Yo, ik ben een professioneel atleet. Ik ben Olympisch kampioen geworden in 2017. Maar dan had ik echt een serieuze injury. En daardoor is mijn carrière opgehouden. Ik heb een serieuze verwonding. En toen kon hij zijn carrière niet meer doen. Oké, dat klinkt redelijk normaal, denk ik. Het is wel een beetje je cool. Olympisch dit. Ja, hallo. Ik heb ook getennist. Ja. Weet je, oké, geen Olympisch kampioen, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, Glenn. Hey, ik vind het leuk om films te kijken. Mijn favoriete film is Avengers Infinity War. Oh, wat leuk, Glenn. En ik ben de sickest en de meest dedicated Iron Man lover. Oh, Glenn. Oh, jij wil geen Endgame kijken. Oh, Glenn. Jij gaat Endgame leuk vinden. Oké, iedereen die Endgame heeft gezien weet waar ik het over heb. Glenn, have fun. Oké, en dan hebben we nog Ben, 26 jaar. Hi, ik ben Ben. Ik ben in 1989 geboren in Frankrijk. Yo, Ben. Ik ben even real met je. Hey. Ik ben ook 26. Maar ik was niet in 1989 geboren. Tenzij deze video is oud. Maar het is een paar dagen oud, deze video. Dus dat klopt niet. En in Frankrijk, dat... Ja, dat kan. 5 jaar later... Oh, nee. Wat stond er? 5 jaar later... even kijken. Mijn familie is naar Amerika verhuisd. Oké. Yo, één iemand is nep. Ik weet het. Het is niet Iron Man lover. Het is niet Freddy. Gespierde spaghetti. Nope. Het is Ben. Ben. Want jij bent gewoon... Jij bent niet 26. Ga je ook gewoon doorskippen. Geef het goede antwoord. Komt u maar. Oh. Het is Ben. 1989. Dacht het niet, vriend. Dan zou je nog ouder zijn. En je bent al oud. 26, man. Opa. Oh, en wat zeggen ze over Fred? Oh, er waren geen Olympische. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, Fred. Oh, mijn hartje. Donna en Fred waren perfect voor elkaar. Oh, nee. Ga je nu met Iron Man lover? Donna gaat met Iron Man lover. Oké. Brian en Karen zijn heel blij getrouwd. Wat leuk, zeg. Dus die heeft wel een dating site succesvol gebruikt. Lekker. Elke ochtend hebben ze heerlijk op buiten. Het is toch lekker. Vanochtend had Brian lekker de scrambled eggs gemaakt en koffie. En ik kan niet zo snel lezen als ik het ook nog moet vertalen in mijn hoofd. Nou ja, ze hadden in ieder geval ontbijt gemaakt en gingen naar hun werk toe. Hey, fijne dag, schat. Waarom heeft hij een rode ogen? Is hij Iron Man? Nee, lijkt een alien, man. Zie je ook hoe die gedacht zegt? Wacht, dit gaan we even terug doen. Kijk hoe die gedacht zegt. Oh, wat een hel. Ik ga echt elke keer als ik Manisha gedag zeg, tegen ik dag schatje, ik ga er vandoor. Oh, toen ging Karen, die ging beginnen met het huis op te ruimen. In de avond kwam Brian terug. Hallo, ik ben er weer. Schatje, ik ben thuis. Zei Brian. Hij hoorde Karen haar stem uit de slaapkamer. Hey, ik ben je shirts aan het strijken. Kan je even die kip uit de koelkast pakken? Wat een heel levensverhaal dit, joh. Natuurlijk. Hij ging de koelkast open doen, maar iets stopte hem. Uh-oh. Misschien is het de deur. Daarom moet je hem open doen. Nee? Oké. Wat stopte hem? Brian rende naar buiten en belde de politie. Mijn vrouw is in gevaar. Kom snel! Oh jee, hoe wist hij dat? Oh, wacht even, we hebben hier het... Oh, er is iets veranderd. Wat is er veranderd? Oh, er staat 911. Rechts. Ja. Het alarmnummer van Amerika en dingen. Oh, dat was het ook gewoon. Oké, nou, dat was 911.
Die was wel goed te zien omdat ze ze allebei naast elkaar deden. Het was moeilijker geweest als ze dat niet hadden gedaan. Maar oké, maakt niet uit. Mr. Grant was een billionaire uit de Amerika. Hij droomde altijd over het eigen kasteel hebben in Oostenrijk. En uiteindelijk kocht hij dat ook. Oké, business gaat goed. Dit moet wel een YouTuber zijn. Als hij kastelen zit te kopen. En hij ging daarheen met zijn vrouw. Oh, ik vind het wel cool dat hij een kasteel koopt en dan ook van die zwaarden bovenin hangt. Kijk, dat is dope. Dan ben je echt, dan verdien je het om een kasteel te hebben. Ik zou het ook hangen daar, zwaarden en allemaal van die harnassen en zo. Alleen zijn dochter Rosie was er niet heel erg blij mee. Ze vindt het kasteel niet leuk en miste haar vrienden. Oh, wat sneu Rosie. Op een dag was ze aan het rondwandelen in het kasteel. Oh, er vliegt een brief. Wacht even. Oké, en zag een prachtige prinses. Gaan we nou negeren dat hier een brief aan het vliegen is? Jongens, daar vliegt een brief. Nee, niemand? Nee, dat is normaal. Oh, dat is Harry Potter. Oké, prima. Rosie ging naar het schilderij om hem goed te zetten. Er viel er een brief uit. Ja, die vloog net, vriend. En waarom kan hij dan nu weer niet vliegen? Rosie was goed in Duits. Dus ze kon het lezen. Maar dit is niet Duits, jongens. Dit is Engels. Ik wil geen prinses meer zijn, aangezien mijn vader, de koning, me niet toelaat om met andere kinderen te spelen. Vandaag om 2:00 heb ik mijn kroon begraven waar de schaduw van de top van de boom heen wijst. Oké. Kan je niet gewoon zeggen waar die ligt? Waarom moet het allemaal zo moeilijk? Daar ligt de kroon. Rosie keek naar buiten en zag een oude boom staan. Het was precies 2:00. Wat een toeval. Dus ze ging meteen naar buiten rennen. Ja, en daar op top. Ja, daar moet je gaan graven, Rosie. En wat ligt er? Rosie? Alleen ze heeft nooit de kroon gevonden. Waarom? De boom is een stuk kleiner dan dat die daar op het plaatje is. Dus de boom moest nog groeien. En daarnaast trouwens, het kan ook een ander seizoen zijn. De zon staat anders. Ik kan jullie hele bergen aan informatie geven. Bergen. Maar het is gewoon simpel, de boom is klein. Oh, yes boy. Volgens mij heb ik ze allemaal goed tot nu toe. Ik ben echt zo slim geworden. Echt. Oké, we gaan even naar een ander ding. Ik wil een iets luchtiger onderwerp dan een sheriff. Ja, dit is leuk. Welke vlogger is rijker? Is het degene die een kasteel heeft gekocht in Oostenrijk? Nou. Nee, laten we kijken. Is het Beauty47Mo? Oké, nu ben ik heel benieuwd. Bestaat Beauty47Mo? Bestaat die? Laten we eens even kijken. Instagram. Nee, jongens. Grijp je kans. Je kan die naam nog nemen. Dan gaan heel veel mensen op je googlen, denk ik. En die ander moeten we ook even checken. De ander ook niet, jongens. Ik heb het net gecheckt. Dus, grijp je kansen. Fashionista9CA of Beauty47Mo. Zo zijn wel veel likes. 777 en 17.000 likes. Hey, volg je me trouwens nog niet op Instagram. @WouterVedevaart. Volg me even, want ik wil ook 17.000 likes. Alsjeblieft. Welke is rijker? Is het de dame die aan het badderen is in geld? Oh. Zo, wat een geld, jongen. Pot voor 3. Of is het de madame aan de rechterkant met een boom? En ja, in de achterkant. Kan zie ik wel een dikke sportauto. Om heel eerlijk te zijn, zo'n auto is wel wat meer, denk ik, dan dat je in zo'n pad kan gooien qua geld. Dus ik denk de rechter. En de rechter heeft ook meer likes, dus zou eventueel meer kunnen vragen. Waarschijnlijk nep. Dat ook! Daar was ik nog niet eens aan toegekomen. Maar dat kan inderdaad ook zo. Dus is de rechter. En ze heeft meer likes, dus ze verdient waarschijnlijk meer als vlogger. Wait, vlogger? Vlogger? Dit is geen vlogger. Zij maakt foto's. Hoe weet je nou dat ze vlogger is? Oh. De media van tegenwoordig gaat helemaal fout. Maar wij hadden het goed. Samantha werkte in een cadeauwinkel downtown. Toeristen stopten daar vaak om spulletjes te kopen. Dat is hopelijk wel het idee als je een winkel hebt. Op een dag kwamen 4 toeristen in de winkel. Alles was prima. Totdat ze opeens een hele harde gil hoorden. Oh nee. Samantha keek om en er zat een man die lag met zijn hoofd op de tafel. Misschien was hij gewoon aan het slapen. Maar oké, laten we het dramatisch houden. Wat gebeurt er? Ze heeft snel 911 gebeld en heeft gezegd dat er een ongeval was. De politie kwam snel en vroeg aan de andere 3 toeristen. Wat waren ze aan het doen op het moment dat deze schreeuw plaatsvond? Ik was magneten aan het uitkeren aan de voorkant van de display. Ja, dat klinkt wel als een hele spannende bezigheid. Oh, wat leuk. Magneten. Ik was perfecte souvenirmok aan het kopen. Ja, met een bloemetje erop. En ik liet het vallen op het moment dat ik de schreeuw hoorde. Oké, dus ik wil straks dan wel ergens op de vloer een mok zien. Want anders
Ik weet je te vinden, vriend. Ik weet je te vinden. Ik was mijn horoscoop aan het checken. Ja, jongen, 2019. Doen we dat nog? Ik ben een Uranus. Wat? Je bent Uranus. Dat is een planeet, right? Uranus. Dat is... Is dat in het Engels? Ze hebben wel hele rare namen in het Engels, though, met sterrenbeeld. Maar volgens mij is dat... Dat is gewoon de planeet Uranus. Nu zeg ik het telkens en nu horen jullie telkens, maar ik zeg Uranus. Neem het nou serieus, jongens. Het zei dat ik de meest peaceful dag, de meest vredevolle dag in mijn leven zou hebben. Oké, okay. Dus ze zei... Ik weet hoe je het gedaan hebt. Ja. Oeh, dit vind ik lastig. Dit vind ik lastig, want ik had dus eigenlijk gehoopt een mokje op de grond te zien. Een lekker mooi kapot mokje, maar die ligt daar niet. Dus dat vind ik een beetje raar. Het kan ook zijn dat ze een andere plek heeft laten vallen. Die laatste chick zei in ieder geval Uranus, wat gewoon bij mijn weten niet een sterrenbeeld is. Ik zou ook niet weten naar welke Nederlandse die dan zou vertalen. Dus dat is raar. Maar ja, als je dat fout zegt, ben je dan een crimineel? Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval het enige wat sowieso niet klopt. Dus ik denk dat laatste vrouw is. Sowieso Uranus. Ik denk dat het Uranus is. Is het? Oh, Uranus is een star sign. Dus Samantha was aan het liegen. Opgeruimd staat netjes. Doen we even. De maffia is aan het groeien in Italië de laatste jaren. Oh nee, wat gaan we doen? De laatste week was zelfs een kleine winkeltje kapot. Gesloten, bedoel ik. Want de maffia wilde veel te veel geld. Oh nee, was die van haar? Van de eigenaar een oude vrouw? Nee. Oh, dit is zo sneu. Nou, Jack heeft in ieder geval een dierenkliniek in Sicilië. En hij is vanuit Amerika gekomen om de prachtige Aurora te trouwen. Wat leuk zeg. Op een dag kwam de maffia naar zijn kliniek om geld te eisen. Jack wilde niet betalen en kwam met een plan. Ja, ja, Jackie, wat ga je dan doen? De volgende keer toen de maffia kwam, had Jack ze ontmoet. Omdat hij een doggo meegenomen. Oh! Een hondje. Maar natuurlijk, de maffia had wapens. Oh nee. Na 5 minuten lieten ze Jack met rust. Oké, na 5 minuten, dat is wel heel specifiek. En zijn nooit meer teruggekomen. Oké, oké. Jack, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Heb je de hond helemaal kapot? Heb je dat gedaan of niet? Dat moet haast wel, toch? Maar die hond ziet er niet heel boos uit. Hoe heeft Jack het gedaan? We gaan alles bekijken. Oh, ik zie een soort van sheriff ding daaronder. Ja, ja, daar gaan we nu heen zoomen. Ja, ja. Oh, Interpol. Oh, hij is van Interpol. Dat is niet van de verzekeraar, jongens. Dat is ook niet gesponsord. Dus hij liet gewoon zien dat hij een medewerker van Interpol was. Toch? Internationale politie. Ja, ja. Oh, boy. Mijn enige vraag is, waarom duurde het dan 5 minuten voordat ze weggingen? Dan zie je toch, oh, Interpol, gotta go. Oh, nee, hoe ging ze ook weer? Zoals die ene guy. Oh, heerlijk. Oké, nou ja, die zagen we ook. We hebben legit alles goed, jongens. Dit is insane. Wat is er hier fout? Hij houdt de veer vast. Hij heeft kaarsen aan. Hij heeft een pen achter zijn hoofd. Is dat fout? Je had nog geen pennen in die tijd. Maar ja, misschien is hij wel van deze tijd. Maar nee, blijkbaar niet. Dat is er fout. Bang, shaka, bang, bang. Wat is hier fout? We zien mensen basketballen. We zien een een gigantische basketbal. Wat zou er hier fout zijn? Misschien past hij niet door de basket? Misschien? Is dat het? Ja, deze bal is te groot voor de hoep. Nog steeds 0 fout, jongens. Wat is hier fout? Ja, die guy heeft een soort van gasmasker op. En het valt me op dat de anderen het niet hebben. Dus waarom zou hij het dan wel op hebben? Snap je? Anders zou iedereen in de kamer moeten. There you go. There you go. Wat is hier fout? No, het is gewoon een piraat. Ze gaan me niet vertellen dat een piraat fout is. Dat is gewoon een piraat die aan het chillen is. Laat die guy. Deze zijn zo makkelijk, jongens. Oh, er is een piraat. Een piraat? Ja, zet je daar een vraagteken bij. Ik heb dit niet gemaakt. Jij hebt dit gemaakt. Een piraat? Ja, die heb je zelf zitten tekenen. Een piraat? Ja. Oh, jongens. Wat is hier fout? Lekker colaatje eten met pizza. Is dat fout? Ik zit te kijken. Zijn de puntjes? Oh nee, ik moet er pauzeren. Oh nee, waarom zie ik het niet? Ze heeft cola vast. Een glas met een man. Ze hebben pizza. Ze hebben zo'n pizza ding. Ik zit te kijken of het toevallig pizza vierkant is of zo. Ik bedoel, dat zou heel raar zijn. Ik zie het niet. Pizza, cola. Oké, nou laat maar zien. Mag je geen cola drinken tijdens pizza? Met bestek. Ze hebben bestek, maar ze gebruiken geen bestek. Oh, het zijn 2 vorken. Ja.
Maar ze gebruiken het niet eens. Oké. Ik geef toe. Ik heb een fout gemaakt. Nee! Oh, wat erg. Dit kan niet. Oké, we gaan naar de volgende. Ik hoopte zo dat ik een keer niet een fout zou maken. Maar het is fout gegaan, jongens. Het is gewoon fout gegaan. Vergeet trouwens eventjes niet, als je dit leuk vindt, om even te abonneren en dat belletje aan te gooien. Join de Bell Squad. Want we gaan vanaf nu, ik denk elke vrijdag of zaterdag, een van die twee dagen, gaan wij een raadselvideo doen. Dus abonneer, join de Bell Squad en laten we samen die raadseltjes gaan oplossen. Want we hebben nog eentje hier en die gaan we nu doen. Mia's boyfriend. Mia, haar vriend, heeft haar uitgenodigd om te komen eten. Maar waar is hij dan? Hè? Mia, als je een vriendje hebt. Geloof het allemaal. Hij was laat. Oh. Dus ze bestelde zonder hem. Oké, prima. Toen ging ze naar de... Oh nee, wat doet ze nou? Ze laat haar spullen staan. Mia, nee. Wat doe je? Ik zie die spullen, ja. En ze heeft haar tas en haar portemonnee laten staan op de tafel. Mia, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Wanneer ze terugkwam, was de portemonnee weg. Oh nee, die is er niet. Oh, was een vriend er. Oh, nog erger. Ja. Hij zwaait ook. Hey Mia, ik ben er weer. Haar eten is al gearriveerd. Ja, maar even serieus. Je gaat toch niet eten bestellen als je vriend er nog niet is? Dit vind ik zo asociaal. Even een tip voor alle mensen die gaan daten. Dat doe je niet. Je wacht even totdat je vriend of vriendin er is. Dan ga je bestellen. Dat was mijn publiekelijke service momentje. Neem dit mee in een... krijg jij wel een goede relatie. Relatieadvies met Wouter. Oké, maar haar tas was daar nog steeds. Dat is heel fijn. Maar het geld was weg. Oh nee, krijg nou wat. Nou, de beveiliging heeft 3 verdachten gevonden. Dat heeft hij goed gedaan. Haar vriendje is verdachte nummer 1. Dat is lullig. Ik ben net gearriveerd. Ik weet helemaal van niets. Ja, dat zeggen alle vriendjes. De schoonmaakster. Ik heb haar tafel schoongemaakt, maar ik heb niet de portemonnee aangeraakt. Oké. Of de waitress. Ik heb het eten gebracht, maar ik heb helemaal geen portemonnee gezien. Oké, dat is interessant. Mia, haar vader was toevallig een detective. Dat is handig. Hij heeft een beetje wat prints van de portemonnee afgehaald. Oh, we zien daar fingerprints. Oh, die zijn van Mia. Oké, we zien de prints van Mia. Ze zijn allemaal hetzelfde. Oh, dat is het juist. Ze zijn allemaal van Mia. Oftewel, schoonmaaksterino. Die heeft handschoentjes aan. Daar zie je niet de prints van. Komt-ie. Oh, dat voelt goed. Dames en heren, we hebben het gewoon weer gedaan. Vond jij het leuk? Smash even de duimpje omhoog. En check ook deze video. Dit was ook weer een hartstikke leuke video. Hier deed ik een challenge in Amerika. En er staat ook nog een andere leuke video naast. Kies een van die twee. Klik lekker door. En laat er ook even een duimpje achter, jongens. Jullie zijn toppers. En ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer. Wat is dat? Ciao.